Welkom bij de eerste aflevering van de ArchitectWeb podcast. Mijn naam is Michiel van Rij, ik ben hoofdredacteur van ArchitectWeb en ben vandaag te gast bij OMA in Rotterdam voor een gesprek met David Gianotte, manager partner, architect van het bureau. David is vanuit OMA verantwoordelijk voor het ontwerp van onder andere de Kuip in Rotterdam en het gebied daaromheen, het Baaijes kwartier in Amsterdam, het Taipei Performing Arts Center in Taiwan en nog een heel aantal projecten waar we ongetwijfeld nog zullen aanraken vandaag. Voordat we beginnen wil ik graag AGC Glas bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. AGC Glas levert allerlei type glas voor in gebouwen en is wereldwijd actief. Aardig vandaag om te melden is dat AGC Glas in Nederland actief lid is van de Cradle to Cradle Bouwgroep, een groep leveranciers die de circulaire economie actief ondersteunt en onder andere bijeenkomsten daarover organiseert. En over circulair bouwen gaan we het later in deze podcast nog uitgebreid hebben. David, hartstikke leuk dat ik hier te gast ben vandaag. Je bent opgeleid aan de Technische Universiteit in Eindhoven en hebt een periode bij Search gewerkt. En toen op een gegeven moment de overstap gemaakt naar OMA. Wat was voor jou de trigger om dat te doen? Ja, allereerst hartstikke leuk dat je er bent en dat het de eerste podcast mag meedoen. Wat de trigger voor mij was om van Search naar OMA te gaan, was we deden een aantal projecten samen, eigenlijk twee. Eén klein projectje in Enschede, in het gebied van Roombeek. En dat was eigenlijk een combinatie tussen Search en Rem persoonlijk. En we hebben samen aan het International Criminal Court gewerkt. En die samenwerking ging heel erg goed. En wat voor mij altijd een grote uitdaging was, was werken in het buitenland. En specifiek in Azië, want daar heb ik toch een grote affiniteit en ook historie mee. En Rem vroeg mij in dat traject van of ik daar interesse in had om daar meer mee te doen. En toen ben ik in gesprek geraakt met Rem. Toen overgestapt als eerst zijn executive manager en architect. Dus het leiden van zijn teams en projecten. En daarna ben ik natuurlijk vrij snel mijn zelfstandige rol hier binnen OMA uit weten te snijden. En ben toen vrij snel ook naar Azië vertrokken eigenlijk. Precies, ja, die ambitie kon je heel snel waarmaken. Ja. En heb je ook heel lang een aantal jaren gedaan, zo'n 6 jaar. Ja. Was het zo leuk werken daar als je had verwacht? Ja, dat was zeker zo leuk als ik had verwacht. Het was heel uitdagend. Heel ingewikkeld in zo'n ongelooflijk andere cultuuromgeving, maar ook met zo'n ontzettende snelheid van ontwikkelen. En waar misschien kwaliteit niet altijd hoog bovenaan staat. Te werken en een heel nieuw bureau te moeten oprichten. Ik ging letterlijk alleen weg. Ja. En binnen 1,5 jaar zat ik met 60 man. Dus je moet echt iets heel nieuws opbouwen in een heel andere omgeving. Dat was heel uitdagend en spannend, maar vooral ook heel erg leuk. Ja, ja, precies. Kun je wat projecten omschrijven waar je trots op bent, waar je aan hebt kunnen werken in die periode? Nou, ik ben heel trots op de Shenzhen Stock Exchange natuurlijk, waar ik hier al bij betrokken was voordat ik ging. Ik ben heel erg trots op de West Kowloon Cultural District masterplan wat we gemaakt hebben en ingediend hebben. Ja. Wat we uiteindelijk niet gewonnen hebben, maar waar we wel heel duidelijk onze eigen interpretatie gaven aan die enorme vraag die daar lag. En als je nu kijkt naar wat het wordt, dan waren een aantal van onze voorspellingen toch redelijk juist. En dat vind ik dan toch ook wel weer bijzonder om te zien. En ik ben er heel erg trots op, het Taipei Performing Arts Center. Dat was het allereerste project toen ik hier kwam, waar ik meteen aan de competitie mocht werken. Samen met Mariano Sagasta, de associate waar ik nog steeds mee werk. Ja. En dat is nu, dat is midden volgend jaar klaar. En dat is dus echt een project waar ik van allereerste begin tot het eind heb mogen doen. En waar ik heel erg trots op ben. Ja, precies. En wat ook een hele fijne samenwerking was met Rem. Vanaf het allereerste begin, toen we elkaar eigenlijk nog niet zo heel goed kenden, tot nu, waar je natuurlijk met elkaar kan lezen en schrijven. En dat is natuurlijk eigenlijk, dat project loopt parallel aan die ontwikkeling binnen OMA die ik heb doorgemaakt, de persoonlijke ontwikkeling, maar ook de ontwikkeling in de communicatie met Rem. En dat was natuurlijk wel een bijzonder, dat is voor mij wel een bijzonder ding. Ja, precies. Kun je iets zeggen over hoe het is om met hem samen te werken aan een ontwerpproject? Ik denk dat heel veel van onze luisteraars daar wel nieuwsgierig naar zijn. Nou, het is een heel evenwichtig proces waarin eigenlijk ieder idee, zowel van ons, maar ook vanuit het team, wordt overwogen. En daar ook heel bewust naar wordt gekeken, naar van wat zijn de kwaliteiten. We zijn heel kritisch over
Wat ook de zwaktes zijn. En daar worden hele intuïtieve, maar ook geïnformeerde keuzes gemaakt. En die worden dan uit het daarna getest. En dat is waar je elkaar nodig hebt om die tests te kunnen doorstaan. En dan dus eigenlijk echt vernieuwing te kunnen brengen. REM is ontzettend goed in het sturen van die vernieuwing. En ik ben heel erg geïnteresseerd in iets te maken wat nooit eerder gemaakt is. Dat is mijn drijfveer. Maken is überhaupt mijn drijfveer. Mm-hmm. Maar om dan ook iets te doen wat niet eerder gedaan is, dat is ook voor mij heel belangrijk. En die twee die brengen elkaar natuurlijk tot een soort climax. En dat is ontzettend leuk onderling, maar ook is ontzettend leuk binnen een team. En dat ook grappig genoeg, in dat team zijn nog heel veel mensen die je vanaf het eerste begin ziet. Dus waar binnen OMA toch over het algemeen mensen tussen de 4 en 8 jaar blijven, zie je in dit geval, we zijn inmiddels meer dan 10 jaar bezig. Natuurlijk een moeilijk proces, maar zie je dat eigenlijk iedereen daar ook zo van geniet dat ze het willen afmaken. Oké, goed zo. Dat is heel leuk. Ja. En straks te zien hoe het gebruikt wordt. Ja. Want het is inderdaad begrepen dat de stijgers onderhand afgebouwd zijn. En een van de features van het ontwerp is natuurlijk dat er verschillende zalen gekoppeld kunnen worden. Ja, dat is voor het eerst. Ja. Wat heel spannend is. En weet je of er of daar al performances gepland staan waarin dat gebruikt gaat worden? Ja, het mooie is dat we in dit project vanaf het begin af aan ook met een aantal theatermakers uit Taiwan hebben samengewerkt. Door de bijzondere situatie in het grotere Chinese geheel van Taiwan zie je dat er dus een vrij kritische houding naar theater is. En dat er dus ook heel veel mogelijk is. Een aantal van die theatermakers zijn van het begin af aan betrokken en die zijn wel degelijk nu al bezig met performances te maken die straks bij de opening en daarna in dit theater alleen maar kunnen worden neergezet. En dat is natuurlijk een heel bijzondere situatie. Ja, ongelooflijk gaaf. Ja. Je hebt natuurlijk heel veel geleerd in die periode. En dan ben ik eigenlijk benieuwd naar, van als ik kijk naar OMA heeft een heel aantal kantoren over de wereld, maar ondertussen is de meerderheid, en dan dus dat zijn dan niet de grootste kantoren, maar de meerderheid van de kantoren zit in Azië en het Midden-Oosten, wat ook een soort duiding is van jullie ambitie in de wereld en waar jullie kansen zien. Maar zie je dat er lessen uit het Midden-Oosten en Azië eigenlijk ook weer terugvertaald worden naar wat je dan de westerse wereld zou kunnen noemen? Zeker. Zie je daar een wisselwerking ontstaan? Ja, dat zie je binnen het bureau zeker. En ook binnen de mensen. Ik bedoel, er zijn ook heel veel mensen die in Azië gewerkt hebben die nu hier werken en omgekeerd. Maar wat je ziet is dat wij heel veel dingen leren in Azië, doordat de processen zo anders zijn. Ook in Australië en ook in het Midden-Oosten. Die we hier heel goed kunnen gebruiken om een andere positie te verwerven. En of een project op een andere manier mee te kunnen maken. Dus niet alleen als architect, maar bijvoorbeeld ook aan die financiële kant van een project. Ja. Aan de sturingskant, aan de pitchkant, aan het initiatief soms zelfs. En dat zijn wel dingen die je daar in extremum kan leren en oppakken. En die hier zeker ten dienst zijn van het werk wat we hier nu doen. Ook contractueel zie je dat je heel veel leert. Waar hier de basiscontracten zijn en waar je heel veel mee kan. Is daar eigenlijk een soort onontgonnen terrein. Ja. Waar je zelf je positie in moet nemen. En ook daar hebben we heel veel geleerd wat we ook weer hier naar terug kunnen brengen en waar we dus ook wel een heel duidelijke positie innemen wat wij vinden dat een architect is. Een architect is niet alleen een service provider. Een architect is ook een initiatiefnemer, moet risico's ook kunnen inschatten en moet ook met risico bezig kunnen zijn. Op een andere manier dan een ontwikkelaar, op een andere manier dan de markt, maar moet daar wel in geïnteresseerd zijn. En dat betekent dus ook dat wij ons niet gedragen als die service provider die dan binnen dat raamcontract werkt, maar die dus proberen dat een breedte af te dekken die nog vrij ongewoon is in het Westen. Ja. En je ziet overigens wel dat meerdere bureaus dat doen. Het is niet alleen wij, maar je ziet wel dat de
de manier waarop we dat doen heel erg geïnformeerd is op wat we elders in de wereld hebben geleerd. Ja, precies. En kun je een voorbeeld geven van een traject wat jullie dan in Azië gedaan hebben, wat succesvol was op die manier, met een veel meer initiatief aan de voorkant? Nou, bijvoorbeeld in Qinghai in Shenzhen, wat nu de grootste staduitbreiding van Shenzhen is, daar hebben we aan het masterplan gewerkt. Daar hebben we toen heel duidelijk nieuwe kaders neergezet van ja, wat kan dat zijn? Daar hebben wij ook van de opdrachtgever heel veel van geleerd van hoe kan zo'n enorme gebiedsontwikkeling, wat eigenlijk gewoon een nieuwe stad is, nu opgezet worden en wat heb je daarvoor nodig? En een aantal van die dingen nemen wij nu wel mee naar projecten als hier, waar we heel veel van leren. We hebben ook in Australië een aantal van dat soort projecten meegemaakt, in Sydney, in Perth. Ja. En waar je nu van ziet, dat waar we nu wel op een andere manier geïnformeerd zijn. Dus je merkt wel dat dingen die we in de Belma Bias bijvoorbeeld doen, daardoor geïnformeerd zijn, met name de Australische context. Feyenoord City is zeker ook het initiatief daarvan, samen met een voetbalclub en ondersteund door de gemeente, maar niet gerund door de gemeente. Toch ook een hele duidelijke andere kijk was op hoe misschien wel zou lukken voor Feyenoord een nieuw stadion te doen na die zoveel mislukkingen. En dat zijn wel dingen die typisch niet bij een architectenbureau thuis horen, maar waar wij wel van denken dat het een heel belangrijk onderdeel van ons werk gaat worden. Ja. Er wordt heel veel gesproken over het netwerkbureau. Hè? Architecten die in een netwerkorganisatie veel meer met elkaar samenwerken. Maar ik denk dat eigenlijk die hele kolom van de bouwwereld veel meer een netwerkorganisatie zal gaan worden. Niet alleen aan die ontwerpkant of aan de adviserende kant, maar ook aan die opdrachtgevende kant, ook aan de financierende kant. Ja. En het is heel belangrijk om dat hele net in beeld te brengen, maar ook je daarin een hele duidelijke positie in te nemen, zodat je ook een heel duidelijk profiel hebt. Want dat is het gevaar van die netwerkorganisaties, dat straks je eigen profiel onduidelijk wordt. Mm-hmm. En dat in principe je eigenlijk overal voor in aanmerking zou komen. En dat is natuurlijk een groot gevaar als je ook een mening hebt. Precies, maar je hebt het wel over inderdaad een proces wat niet meer serieel is van initiatief dan een ontwerp, dan bouw. En nee, eigenlijk veel meer vanaf, zo zie ik dat dan, wat jullie proberen, toch veel meer aan het vanuit de start meer een integrale samenwerking neer te zetten. Waar je dan inderdaad nog wel inderdaad, wat is dan je profiel? Hè? Ja. Samenwerking is heel belangrijk, maar ook de... Het delen van informatie is ontzettend belangrijk. Waar in het verleden iedereen zijn eigen set informatie had, merk je nu dat iedereen eigenlijk over dezelfde informatie moet beschikken en daar zijn eigen professie en zijn eigen expertise in loslaat. En dat is wel een verschil in benadering. Ja. Ik begreep dat jullie ook daarvoor zelfs economen in dienst hebben bij OMA. Ja, dat klopt. Ja. En kun je vertellen hoe dat dan bij de Kuip gegaan is? Hoe is dat gestart en hoe hebben jullie eigenlijk wat toch wel een hoofdpijndossier was in Rotterdam? Hoe hebben jullie dat die koe bij de horens gepakt? Nou, vooral door samen te werken, dat is een heel belangrijk element, maar ook vooral door overtuigingskracht. En overtuigingskracht kan je hebben als je ieder een eigen visie vertelt. Dus ik kan als architect een bepaalde visie vertellen en dat kan overtuigend zijn. Een opdrachtgever kan een bepaalde visie hebben, dat kan overtuigend zijn. Een manager kan een bepaalde visie hebben, kan overtuigend zijn. Adviseur kan een visie hebben, kan overtuigend zijn. Maar dat zijn heel veel sub-onderdelen van overtuigend. Op het moment dat je allemaal één verhaal hebt, één visie, die je ook zelf kan sturen en die je zelf in hand hebt, dan is dat natuurlijk 10 keer meer overtuigend. Dus eigenlijk 1 en 1 is 3, maar dan in het veelvoud. En wat wij gedaan hebben is, we zijn met Feyenoord in gesprek gegaan. We waren niet de enige die met Feyenoord in gesprek ging, toen het misging met de vernieuwbouw van de Kuip. Maar we zijn wel met hun in gesprek gegaan op basis van, ja, waarom trek je dat initiatief niet veel meer naar jezelf toe? Daarin zijn er heel veel partijen om je heen die je daarin zouden kunnen ondersteunen. Er zijn andere partijen geweest, waaronder Frank Keizer bijvoorbeeld, de huidige projectleider, die eenzelfde visie anders vanuit de Nederlandse context hebben gegeven. En zo kwamen er een heleboel van die puzzelstukjes op tafel, waarin wij op een gegeven moment gezegd hebben, maar als je die puzzelstukjes nou zo in elkaar legt en als je nou dit soort afspraken maakt voor nu en ons 6 de tijd geeft, dan kunnen we wellicht dit voor je bereiken. Nou, ik ga niet helemaal zeggen wat we natuurlijk hebben neergelegd, want ik ga niet allemaal geheimen en ook dingen die ik niet naar buiten mag brengen neerleggen.
Maar een van de onderdelen daarvan was natuurlijk ook die gemeente, die natuurlijk ook, ja, het is een hoofdpijndossier ook voor een gemeente, die was in eerste instantie heel sceptisch in de initiatief, maar die moesten natuurlijk wel langzaam in dat vliegwiel meekrijgen. En dat is eigenlijk gelukt. En dat is niet alleen onze verdienste, maar dat is dus de verdienste van dat hele collectief, die eerst echt aan een visie heeft gewerkt. Ja. En dat was geen objectgedreven visie. Kijk, waar je denkt van een stadion is natuurlijk een object voor een voetbalclub en dat is het enige wat telt. In dit geval was het ook van wat geeft Feyenoord terug aan de stad? Hoe kan Feyenoord veel beter geïntegreerd zijn in die stad? Maar ook hoe kan Feyenoord nou niet alleen zijn eigen hoofdpijndossier oplossen voor de stad, maar ook andere hoofdpijndossiers in beweging brengen, waardoor de stad er ook heel veel aan heeft en veel meer meerwaarde daaraan heeft. Ja. Ik snap dat sommige supporters alleen maar kijken naar het nieuwe stadion, wil ik het wel of niet, hè? Dat is vrij rechtlijnig. Maar er gebeurt natuurlijk veel meer omheen, wat voor Rotterdam heel veel effect heeft. En door dat heel goed in beeld te hebben, een sociaal-economisch plan, door heel duidelijk in beeld te hebben hoe Feyenoord een rol als werkgever kan spelen, wat toch een hele grote werkgever is. Ja. Hoe Feyenoord heel duidelijk kan zeggen, ja, wij zijn er niet alleen maar om 3 punten te pakken ieder weekend, maar wij zijn er ook in die stad als een vervlochten onderdeel van die stad, wat ze zeker al waren, maar wat door dit project nog heel erg versterkt, krijg je natuurlijk een soort heel breed gedragen visie. En dat toen het een jaar later in de gemeenteraad kwam en toen eigenlijk alle partijen ervoor voelden. Eén stemde niet mee omdat ze principieel punt ergens tegen waren, maar vond het plan wel heel goed. En één partij was dan, was een eenmanspartij, niet zo heel erg voor. Dan zie je toch ook dat die brede visie ook voor iedereen iets oplevert. En dat was natuurlijk wat voor ons heel erg belangrijk was aan dat begin. Door Feyenoord te overtuigen, je moet iets neerzetten wat voor iedereen een meerwaarde heeft. En dan kan je als Feyenoord daarvan profiteren. En dat ze dat aangedurfd hebben is enorm knap, want dat is in Nederland niet eerder gebeurd. En wat je nu ziet, hoe ze die kar ook blijven trekken, is bewonderenswaardig. En dan zijn ook mensen weer van positie verwisseld bij Feyenoord. Maar ook de nieuwe mensen, die zien ook meteen de meerwaarde ervan. Hè. Die gaan natuurlijk weer naar hun eigen richting een beetje op, maar dat hoort erbij. En het is een ontzettend spannend project, maar we hebben daar niet alleen een nieuw stuk stad weten bewerkstelligen, maar ook een stadion. En ook nog veel meer ontwikkelpotentie daaromheen, waar nu nog niet eens naar gekeken wordt. En dat is natuurlijk voor de stad ook een heel, heel fijn perspectief. En dat perspectief niet alleen in de binnenstad ligt of in Noord, maar ook op Zuid, waar ze toch echt die injectie willen en ook nodig hebben. Exact. En eigenlijk je zou kunnen zeggen, in de Nederlandse context is het wel een opvallend grootschalig initiatief. Wat dan feitelijk vanuit de markt zo'n groot stuk stad gaat realiseren, hopelijk. Ja. Eigenlijk vanuit het instituut, niet eens vanuit de markt. Nee. En dat is misschien ook wel een van de belangrijkste redenen dat het gelukt is. Als de markt dit initiatief had genomen, was er misschien veel meer scepties geweest over de motivatie erachter. Omdat het instituut Feyenoord het initiatief heeft genomen, die natuurlijk ook een belang heeft in een financieel belang. Die wil ook gewoon een betere selectie, wil meer opbrengst. Is ook geen geheim van gemaakt. Maar daarnaast heeft het natuurlijk ook nog een veel grotere, belangrijke waarde, een sociaal-economische waarde, een maatschappelijke waarde, die heel belangrijk is en die de markt veel moeilijker kan toevoegen. En dan wordt het al snel marketing. Precies. En voor Feyenoord is het geen marketing, is het werkelijkheid. Ja, precies. Nee, en nu met de successen van Ajax hebben we het wel over een andere stad. Maar is er ook weer, denk ik, een sprankje hoop dat we in het Nederlands voetbal wat groter kunnen realiseren dan alleen maar de eredivisie. Hè? Dat we weer mee kunnen doen met die Champions League. En ik weet zeker dat het in... Nou ja, en op stadiongebied, als we zo'n nieuw stadion werkelijk weten te realiseren, dan heeft dat niet alleen een nationaal belang, maar ook een internationaal belang. Wat verder gaat dan 0-10 versus 0-20. En ja, dat is, denk ik. En de KNVB ziet dat ook heel, heel sterk. Exact. Ja. En wat voor ingrediënten zitten dan in dat gebied die wat jou betreft cruciaal waren om dit zo neer te kunnen zetten? Nou, het in beweging brengen van de bevolking. Niet alleen in stem, maar vooral ook fysiek. Wat heel erg met zich meebrengt dat mensen hun positie verbeteren. Beweging betekent concentratie, betekent betere resultaten, betekent arbeidsmarkt. Het klinkt heel simpel, maar dat nooit eerder gedaan is op zo'n grote schaal is in Nederland heel belangrijk om dat te zien. Wat je ziet is dat de individualisering
van de samenleving heeft ook een enorme impact op onze steden. Door hier iets collectiefs neer te zetten waarin ieder individu toch zijn plek kan vinden, zie je ook dat je dat ombuigt naar los van de techniek. Dat je dat ombuigt los van innovatie, maar vooral het aanspreken van sociale verantwoordelijkheden. Wat ook in een achterstandsgebied gewoon heel erg belangrijk is. En waar je dus ook ziet dat dat eigenlijk heel goed te doen is. Het is heel goed te doen om in dat brede spectrum van links naar rechts gezamenlijkheden te vinden die voor iedereen vanzelfsprekend zijn, maar die naar de achtergrond zijn gedreven in stedenbouw, die naar de achtergrond zijn gedreven in innovatie, omdat dat vaak toch gaat over korte termijn denken. En dit gaat weer over hele lange termijn denken. En dat is denk ik een heel, heel prettig bijkomstigheid, dat we ook weer zien dat het nemen van een visie en het nemen van een stelling niet hoeft te betekenen dat je mensen tegen elkaar opzet. Nee, juist dat je ook in dat hele spectrum gezamenlijkheden kan vinden. En ik denk dat natuurlijk heel erg nodig is in onze samenleving. Die polarisering is continu aan de gang. En dat heeft allemaal met korte termijn, denk ik. Maar het heeft met verkiezingen, herverkiezingen. Het heeft met media te maken. Media is helemaal niet geïnteresseerd in een hele lange impact, maar zo kort mogelijk en zo heftig mogelijk. Waar wij als stedenbouwers en architecten en stad en voetbalclub natuurlijk een langetermijn belang hebben. En dat je daarin dus weer dat je daar dus ook gewoon rustig een positie in mag nemen. En je hoeft het niet iedereen een vriend te maken, maar je moet wel een soort gezamenlijkheid weten te vinden. En dat is ons denk ik wel degelijk gelukt. Ja, en als je dan kijkt naar, jullie hebben dan onlangs het ontwerp van het stadion gepresenteerd. Mm-hmm. Ik krijg wel een beetje de indruk dat het ook een beetje een wat een rauwer Rotterdamstadion gaat worden in die vorm. Hoe heb je ontworpen aan die gezamenlijkheid waar je over spreekt? Krijgt dat een uitdrukking in die architectuur? Dat krijgt zeker een uitdrukking in die architectuur, want de alzijdigheid, het niet maken van verschil, is een heel belangrijk onderdeel geweest van dat hele traject. En ook de inclusiviteit van mensen die voor en tegen zijn, alle meningen horend, het beste proberen te doen. Dat betekent dus niet alles doen, maar het beste proberen te doen. En dat ook uitleggen, ook vooral die argumentatie. En dat zie je in het ontwerp zeker. Er zitten hele duidelijke statements in dat ontwerp. Die alzijdigheid, geen kant van luxe, maar het mixen van mensen. Maar ook heel sterk van oké, we liggen hier aan de rivier, we kunnen hier bouwen met grote elementen. Dat past ook bij een stad als Rotterdam. Die dingen die hebben we heel bewust omarmd en ook soms extra aangezet om dat stadion ook wel van die stad te laten zijn. Ja. Ik ben het met je eens, het stadion zou niet zomaar ergens anders ook kunnen. Een heleboel van de principes die we hebben ontwikkeld met Feyenoord, en dat ook weer echt een stap bovenop de UEFA-normen is, die zou je ook in een ander stadion toepassen, maar die zou je dan ook op een andere manier toepassen, omdat er weer andere dingen spelen of andere karakteristieken nodig zijn. Ja, precies. Ja, dus we leren er ook nog eens heel veel van. Ja, interessant. En dan moet ik hem toch vragen van, gaat het er komen? Ja. Ik ben er vol van overtuigd. En natuurlijk, er kan van alles nog misgaan. En dat ja zal bewezen worden op het moment dat hij er staat. Maar zoals ik het nu voel en zoals ik het nu zie, denk ik dat hij er gaat komen. En ik denk ook dat het voor Feyenoord, maar ook voor de stad, een enorme impuls zou zijn. En het zou ontzettend jammer zijn dat op basis van sentiment of op basis van verkeerde argumenten, die toch vaak worden neergezet, het niet zou lukken. Maar ik ben er vol van overtuigd en ik ga er in ieder geval vol voor tot het einde. Ja. En dat einde is de opening. Daar gaan we voor. Die proactieve rol die je hier hebt ingenomen, ben je van plan of zijn jullie bezig om dat ook op andere plekken in Nederland gestalte te geven? Zeker, zeker. En kun je daar iets over zeggen? Nou, Belmer Bites hebben we ook een hele brede rol in de pitch ingenomen samen met AM en een heleboel andere partijen. Hebben we ook een veel bredere rol gespeeld dan als architect of stedenbouwkundige alleen. En je merkt ook dat doordat je initiatief neemt, je ook andere mensen naar jou toe komen die geïnteresseerd zijn in dat initiatief. En dat werkt zo. Ik bedoel, er zijn op dit moment meerdere projecten waar we zelf al contract voor hebben. Maar ik ga er nog niet zoveel over zeggen in deze podcast. Nee. Waar we een andere rol spelen dan alleen een traditionele architect.
En ook waar we met andere opdrachtgevers werken dan die je traditioneel zien. Maar ja, wij vinden dit ontzettend leuk. We vinden het ontzettend spannend. Maar ook voor ons is het veel, geeft veel meer creativiteit. Doordat we veel breder werken, maar ook doordat we niet alleen maar pitch na pitch na pitch na pitch hoeven te doen. Waar je leuke ideeën kan ontwikkelen, maar wat ook toch wel heel veel energie kost. Los van investeringen, merk je gewoon dat dit er gewoon veel leukere manier is om aan een project te werken. Omdat je van het begin af aan mee aan de knopjes draait en dat je daar ook veel meer voldoening uit haalt. En je merkt ook dat de andere partners binnen het bureau dat ook vinden en zien. Ik bedoel, dat is natuurlijk iets wat we moeten uitproberen. Dus we beginnen met één project en met één partner. En op een gegeven moment wordt dat natuurlijk steeds meer onderdeel van de taal van het bureau. En ja, niet alleen in Nederland. We zijn op dezelfde manier bezig ook buiten Nederland. Maar voor ons heeft het dit soort initiatieven wel ook in Nederland betekend dat we ineens een ander portfolio hebben en meer doen. Ja. En dat vinden we ontzettend leuk. Want het is natuurlijk toch het land waar we wel met ons hoofdkantoor zitten. Exact. Nee, jullie hebben na een periode niet helemaal afwezig. Als ik denk aan het paard van Troje en de tramtunnel daar. En het masterplan in Almere. Die zijn eigenlijk denk ik nooit afwezig geweest in Nederland. Maar de laatste jaren natuurlijk met G-Star, de Rotterdam, met Timmerhuizen, Rijnstraat 8. Nu is dan het Nauw Hotel in Amsterdam in aanbouw. Forum wordt hier gebouwd. Komende zomer een nieuw museum op het Hembrugterrein. En dan hopelijk natuurlijk de Kuipen daarachteraan. Precies, wel maar Baaiers nog. Hoe vind je het architectuurklimaat in Nederland? Dat is een ingewikkelde vraag. Er zijn natuurlijk, het is misschien ook op dit moment nog wel een extra lastige vraag met wat er dan politiek gebeurt. Maar heb je het gevoel dat er ruimte is voor experiment in Nederland? Nou, ik denk dat er is ruimte voor het experiment. En mensen zijn daar ook naar op zoek, vooral opdrachtgevers. Maar we maken het ons als architecten niet heel erg makkelijk. Het architectuurklimaat, dat zou je kunnen bekijken van opdrachtgever naar architect. Hè. Hoe worden architecten behandeld en wat voor invloed hebben we? Dat is één. En dat is misschien wel het traditionele denken van de laatste 20 jaar over het architectuurklimaat. Maar je hebt ook het klimaat binnen de architectuur zelf. En hoe we met elkaar omgaan en hoe je met elkaar spreekt en hoe je met elkaar innoveert en experimenteert. En daar zie je dat het aan alle kanten wringt. Je hebt heel veel nieuwe, talentvolle mensen. Je hebt heel veel gevestigde namen. Je hebt een hele grote middengroep. En daar zit wel een soort spanning op, laat ik het zo zeggen. En ik snap die spanning niet altijd. Want de ontwerpwereld hier is nergens zo groot als hier. En er is zoveel werk. Dat je ook gewoon best wel met elkaar wat relaxter en beter zou kunnen omgaan. En daarmee ook wat meer experiment en innovatie zou kunnen dicteren. Exact. En kun je iets preciezer zijn in die spanning die je dan ervaart? Is het toch, gaat dat dan om opdrachten van elkaar wegkapen? Of waar heb je het over? Nou, die spanning gaat over hoe communiceer je met elkaar? Hoe werk je met elkaar samen? Hoe praat je met elkaar over het vakgebied? Hoe praat je met elkaar over innovatie en experiment? Dat is één kant. Maar ook van hoe ga je met elkaar om als collega's en ook als concurrenten. Ja. De Nederlandse wereld is toch heel erg een wereld van relaties. En daarin wordt er elkaar weinig gegund. Terwijl op het moment dat veel beter zou zijn, we veel meer voor elkaar zouden kunnen krijgen. Ja. En ik weet dat dit een goedkope kritiek is in een podcast als ik daar niet in een dialoog mee ben. Hè? Mm-hmm. Ik zoek die dialoog wel op andere dingen, ook eerder via jullie kanalen. Ik vind dat we daar meer aan zou kunnen doen en in het architectuurklimaat in Nederland daar veel aan zou hebben als dat gebeurt. Nu gebeurt dat vaak één op één of als je een keer elkaar in een goed gemoed tegenkomt. Maar ik denk dat we daar veel meer zouden moeten definiëren en veel meer zouden moeten willen. Precies, ja. En jij neemt daar een actieve rol in om dat te doen. Ik probeer dat. Om dat te doen. Nou ja, ik vind het ook aardig dat jullie bijvoorbeeld bij het Baaiers Kwartier werken natuurlijk ook samen met andere bureaus, Fabrications en Lola. Ja. Dat doen we heel graag. En wat ik ook interessant vind, nieuwe visies en nieuwe manieren van werken leren onze organisatie ook heel veel.
En zij leren weer veel van onze organisatie. En dat continue vernieuwingsveld is een hele belangrijke voedingsbodem. Elkaar dingen gunnen, elkaars expertise zien en daar ook met elkaar verder over hebben, zonder dat daar meteen een belang aan zit, is iets wat eigenlijk architecten in het hele spectrum van die wereld al decennia, zo niet eeuwenlang doen. Waarom is dat nu in deze hele snelle, bewegende wereld waar de markt dicteert niet meer mogelijk? Ik denk het wel. Als we allemaal kritisch genoeg zijn, dan moet dat goed kunnen. Ja, dat vind ik een hele mooie oproep van het architectuurklimaat. Dat zijn we ook zelf. Ja, nou dat zijn we zelf. Ja. En ik bedoel, natuurlijk de opdrachtgever heeft ook een rol te spelen. Maar als wij onze rol goed spelen, dan laten we ons ook niet meer zomaar te kijk zetten, toch? Precies. Ja, het Baaiers kwartier. Ja, welke opgave kwam je daar tegen? En kun je iets zeggen over het ontwerp wat jullie gemaakt hebben? Dat schetsen. We kwamen een hele complexe opgave tegen in een stad in beweging, Amsterdam. In dubio hoe verder te ontwikkelen. Een stuk land wat niet van de stad was. Een rijksbouwmeester die een hele duidelijke ambitie had. Met name over hoe een pitch zou moeten verlopen en wat daar dan uit zou moeten komen. Minder geld gestuurd, vooral kwaliteit gestuurd. Maar omdat het allemaal heel nieuw was, ook een soort dichtgetimmerd raamwerk waar je echt van afvroeg van het begin van ja, oké, hoe ga ik hiermee om? En hoe wij ermee omgegaan zijn, is vooral te kijken naar wat zijn nou de essentiële dingen voor de stad? Wat zijn nou de essentiële dingen om een nieuw type woongebied aan Amsterdam te kunnen toevoegen? En wat zijn de essentiële dingen om te laten zien dat gebiedsontwikkeling een integrale benadering is? En niet alleen maar een marktgedreven benadering of een stadsgerelateerde benadering of een geldgedreven benadering. Maar dat die ook heel erg gaat over die duurzaamheid. En dan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Niet een technische duurzaamheid, niet een BREEAM-certificaat. Nee. Maar vooral iets wat decennia vanaf nu nog een belangrijke impuls voor de stad is. Nou, wij hebben dat geanalyseerd op basis van wat is de cultuurhistorische waarde van dit gebied en wat zijn de cultuurhistorische elementen die daarin een heel belangrijke rol speelden. We hebben daarin heel duidelijk de positie ingenomen dat het laten staan van een gevangenis nou niet die waarde vertegenwoordigt, maar het laten staan van een aantal elementen die nou zeg maar het smoel of het entree van het gebied bepalen wel. Dat het heel erg gaat over collectiviteit. Hè. De Bijlmer Baaiers was een experiment over hoe mensen met elkaar zouden samenleven. Wij vonden dat ook een heel belangrijk, als je dit als woongebied wil neerzetten, ook hoe leven mensen met elkaar samen in deze snelle, vluchtige wereld. Dus een metafoor pakken van iets wat negatief is, maar dat omdraaien naar iets wat positief is. Exact, ja. Was voor ons een heel belangrijk element, maar ook het creëren van een woonomgeving die voor iedereen is. En dat bedoelen we niet zomaar het invullen van 20% sociale woningbouw en 80% markt. Nee, maar dan praten we ook over starters, dan praten we het ook over senioren, dan praten we ook over gezinnen. Dan praten we over het hele spectrum en niet door een Phoenix-achtige benadering van iedereen huisje, boompje, beestje, maar vooral ook samen in complexen, samen dingen doen, gezamenlijke tuinen, gezamenlijke binnenruimte, zonder dat je daar per se aan gedwongen wordt mee te doen. Mm-hmm. Dat vonden wij een belangrijk element en daar kwam ons plan eigenlijk vrij natuurlijk uit voort. Toen bleek dat we daar natuurlijk ook financiers voor nodig hadden, investeerders, andere marktpartijen. Bleek ook dat verhaal heel overtuigend was en dat dus eigenlijk heel snel buiten de landsgrenzen dat dubbeltje viel en binnen de landsgrenzen iedereen was ja, maar dit is niet zoals we dat normaal doen. Nee. En toen mensen door hadden ja, maar wacht even, dit is wel misschien iets wat interessant kan zijn door de omstandigheid. Toen ging dat vliegwiel echt draaien en wij waren ook, en dit zeg ik niet uit arrogantie, maar we waren heel erg trots op ons plan en daardoor konden we het ook heel goed over het voetlicht brengen, presenteren. Het masterplan voor stedenbouw, het masterplan voor architectuur, het masterplan voor de duurzaamheidsaspecten die erin zitten, die veel breder zijn dan techniek alleen. Ja. Het masterplan voor het sociaal-economisch gedeelte. En daardoor
liepen we daar ook wel uit die presentatie zo van... Nou, we hebben ons verhaal lekker kunnen vertellen. En het was ook... het gaf al een heel goed gevoel. En toen we het wonnen... toen was het voor ons ook natuurlijk wel... heel erg fijn dat mensen dus herkend hebben... dat we het op een andere manier hebben ingezet dan... Ja, traditioneel woongebied. En dat vasthouden is nu natuurlijk de kunst. Hoe krijg je dit ook gerealiseerd? En gelukkig zijn alle partijen nog binnenboord. Gelukkig zie je ook dat de ambitie van dat plan heel erg resoneert. Eerst in het Rijk, nu ook bij de gemeente. Dat we elkaar ook aan dingen kunnen houden. En dat er dus ook een soort dialoog ontstaat. Dat het niet alleen maar verwezen wordt naar handboeken, draaiboeken en zo doen we het altijd. Nee, maar dat er dus ook echt gekeken wordt, wat kan de meerwaarde hiervan zijn? En daarmee kan je die kwaliteit ook hoog houden. Want dan blijft de markt ook geïnteresseerd. Dan blijft de consument ook geïnteresseerd. Op het moment dat je de ambitie hebt, maar dat vervolgens alle instrumenten om die ambitie waar te maken tegenvallen, ja, dan hou je dat momentum ook niet in de markt, hou je het momentum niet bij de consument. Dat lukt toch wel. En natuurlijk kom je hobbels tegen. En natuurlijk zal het niet 100% hetzelfde zijn als dat het was. Maar dat betekent niet minder. Dat betekent ook zeker op aspecten meer. En dat zal op andere aspecten een ontje minder zijn. Maar dat je ziet wel dat iedereen er met diezelfde passie aan werkt. Ik had vanochtend nog een stuurgroep waar tussen de ontwikkelaars, ontwerper en een aantal andere partijen. En dan merk je dat het grootste gedeelte van de tijd gaat over kwaliteit. En we praten ook een beetje over geld en we praten ook een beetje over procedures. Maar wij zijn ervan overtuigd dat we de kwaliteit hoog kunnen houden, dat we door die procedures komen en dat het financieel past. Ja. En dat is wel een lekker elan om in te werken, kan ik je zeggen. Ja, dat hebben jullie dan goed gedaan. Ik moet ook zeggen niet dat, alleen wij, ja. Iedereen. Ja. Dat vliegwiel is echt gaan draaien. En daar zijn we zeker mede aanstoker van. En we draaien er graag aan. Maar dat wil ik echt benadrukken. Natuurlijk hebben wij een bepaalde visie ontwikkeld en doen we dingen graag op een specifieke manier. Maar dat kan alleen maar samen met die opdrachtgever, samen met anderen. En dat vind ik zo fijn dat die herkenning er is. Ja, ja, nou, ik moet zeggen dat in de vakgemeenschap er ook wel van opgekeken werd van het plan. Hm. En er veel over gesproken is, denk ik. Nog steeds. En met spannend natuurlijk van hoe gaat dat uitpakken. Het is natuurlijk ook een prominente locatie. En je hebt in zekere zin ook een van de gelukselementen is natuurlijk dat een metrostation al ligt. Ja. Waardoor je eigenlijk heel... wat ik dan opvallend vind, een autovrij woongebied kan maken wat... heel anders is dan dat verderop in de Bijlmer, als je dat zo mag noemen nog. Dus ja, heel spannend van hoe dat... En wel een kans ook om daar echt een nieuw soort stedelijk weefsel... wat hopelijk ook nog navolging gaan krijgen op andere plekken van Amsterdam. Als je het hebt over die technische duurzaamheid... hebben jullie een enorme ambitie om... 98% van al het materiaal te hergebruiken. Nu kun je al het beton wat erin zit natuurlijk vergruizen. Maar ik weet dat er ook gepoogd wordt om die elementen in hun geheel of in delen her te gebruiken. Hoe verloopt dat tot nu toe? Gaat dat lukken? Alles is toch op gericht om dat te laten lukken. Het is denk ik wel belangrijk om even te benadrukken dat die 98% niet allemaal op de locatie weer hergebruikt wordt. Dus de ambitie is om alles her te gebruiken, maar dat kan ook in een ander project zijn. Alles is in kaart gebracht. Asbest is weggehaald, dat is ongeveer die 2%. En tot nu toe wordt alles gelabeld, in kaart gebracht, in bestanden en banken gebracht. En wordt alles daarvoor opgetuigd. Je weet natuurlijk nooit wat een economische verandering kan zijn, of wat een effect kan hebben wat die ambitie enigszins onder druk zet. Maar wat ik zie... is dat alles op het waarmaken van die belofte gericht is. Nou is IAM natuurlijk gelinkt aan de BAM. BAM heeft natuurlijk een heleboel innovatieve bedrijven om zich heen. Dus ik ben er wel van overtuigd dat dat kan. Wij proberen ook heel erg sterk binnen de Bijlmer Bias en de Bias kwartierontwikkeling ook een aantal van die elementen ook echt als eigenaarschap naar ons toe te halen, dat ook te laten zien. En niet alleen op een gimme manier, zoals het hergebruik van de celdeuren aan bruggen. Maar ook door heel duidelijk naar de betonkwaliteit te kijken. Naar dat beton gaan we later ook weer te gebruiken voor het nieuwe. Wat natuurlijk allemaal toch voor Nederlandse begrippen vrij nieuw is. Maar terwijl het op een schaal als zo'n woongebied al heel goed toepasbaar is. De techniek is vaak al veel verder
dan wordt gedacht. En wanneer doe je het? Wanneer doe je dat experiment? En de BAM is hier heel duidelijk ook ingestapt. We gaan dat experiment ook aan. Dus ja, ik denk dat het gaat lukken. Natuurlijk is het noemen van een getal altijd een risico, want je kan er altijd op afgerekend worden. Maar het zal er niet ver van afwijken. Ja, nee, het is natuurlijk ook een interessante case dat het wel net een schaal heeft. Dat je er net wat meer effort en uren in kan stoppen dan als het het huis om de hoek is. Om het te inventariseren. En dan heb je het één toren, heb je er meteen 6 gedaan. Dus dat is... maakt het een interessante wat case. Wat we dachten, dat is overigens niet waar. Oh, dat is niet waar. Zo zag het er altijd, van de afstandjes dus zag het er zo uit. Maar er is veel van binnen gebeurd in de verschillende torens, wat niet allemaal op hetzelfde moment gebeurt. Dus, Ja, fascinerend. Jullie hebben ook in Den Haag gewerkt aan het voormalige Vromgebouw, wat dan nu Rijnstraat 8 genoemd wordt. Ja. En dat werd, die transformatie werd door de vakgemeenschap heel enthousiast ontvangen. Hij heeft zelfs een prijs gewonnen. Maar er is ook veel kritiek van de gebruikers. En in navolging daarvan zijn eigenlijk de publieksmedia, de kranten, de nationale televisie over elkaar heen gebuiteld in hun kritiek daarop. En je krijgt daar eigenlijk in wat ik dan een bias zou willen noemen van het is zo, want het is zo, want het is zo. Dus eigenlijk een soort versterkend effect in plaats van dat er nog nuance is. Hoe hebben jullie vanuit dit bureau, want jullie worden daar steeds in genoemd, hoe hebben jullie die kritiek ervaren op dat interieur? Nou, kritiek is nooit leuk, maar kritiek is ook om iets mee te doen en te leren. Wat het lastige hierin is dat de regering heeft het besluit genomen, wij gaan over op het nieuwe werken. Dat betekent situaties waarin mensen hotdesking hebben, waar er heel veel mensen bij elkaar gevoegd worden die eerst niet bij elkaar zaten. En daar is een programma van eisen voor gemaakt. En dat programma van eisen is bij ons voorgelegd en dat hebben wij uiteraard ontworpen. Ja. In dat hele traject zijn er natuurlijk al heel veel dingen besproken. Zijn er ook heel veel dingen vanuit de wereld getest. Maar het is een experiment en het blijft nieuw. Dat betekent op het moment dat je oplevert, er altijd nog een nazorg of een natraject komt. Ja. Dat traject wordt even buiten beschouwing gelaten in al die kritiek. Er wordt gewoon, het is verkeerd gegaan. Nee, dat is dit niet. We hebben uitgevoerd wat er in dat programma van eisen stond. We hebben dat heel nadrukkelijk bestudeerd. En er is ook altijd gezegd, dit zal aangepast moeten worden genaamd hoe het functioneert. Dat is niet heel anders als hier in Rotterdam bijvoorbeeld bij het Timmerhuis, waar eigenlijk ook het nieuwe werk is ingevoerd. En waar we ook nog steeds aan het project meewerken en waarin een kleinere schaal, maar op dezelfde manier aan gewerkt wordt. Ik denk waar het misgegaan is in die kritiek is dat de Rijksgebouwendienst heeft allerlei policies in place waardoor je eigenlijk niets kan zeggen en waardoor zij zelf ook niks zeggen. Dus iedere kritiek eindigde tegen een muur van ja, daar kunnen we niks over zeggen. Dat kan wel zijn, maar... kwam daar een of andere drogreden. Die dialoog, die uitleg is heel belangrijk om te begrijpen wat dat gebouw is. En ook wat dat gebouw moet worden. En daar werken we ook nog steeds aan, wat het moet worden. Hè? Ik bedoel, heel veel van die kritiek wordt ter harte genomen, daar worden dingen mee gedaan. Ja. En daar zie je dus dat zo'n heel lang traject van het introduceren van een nieuwe manier van werken wordt doorsneden door kritiek op korte termijn. Want een minister moet nu werken en moet nu presteren. Mensen moeten een prestatie leveren om de regering volgende keer weer herkozen te worden. De media vinden dat natuurlijk hartstikke interessant als de ene bewindspersoon zegt van ja, ik wilde deze kleuren en de volgende bewindspersoon van een andere partij komt er normaal en zegt van nee, nu gaan we een andere kleur doen. Ja, dat is niet door ons te beïnvloeden. Dat is niet bij uitstek een kritiek op de architectuur. Dat is niet per se een kritiek op de manier waarop we onze opdracht hebben uitgevoerd. Dat is veel meer een dagelijkse gang van zaken. En daar zit natuurlijk... daar merk je dat de media dat zo'n proces niet begrijpen of niet willen begrijpen. In ieder geval daar niet naar informeren. En daar kan je dus ook niet tegen verdedigen. Wij hebben dus ook heel duidelijk de positie gekozen van we horen nu. We zijn ondertussen gewoon bezig met alles wat we al afgesproken hebben. Daar blijven we ook heel serieus mee bezig. Ja. En ja, tuurlijk leer je daar weer van. Dat je bepaalde dingen misschien anders doet volgende keer. Maar wij hebben niet het gevoel dat die kritiek nu
zich alleen op de architect buigen. Nee, het nieuwe werk is een nieuw iets. Daar moet nog heel veel in leren met elkaar, ook binnen de Nederlandse cultuur van werken, want dat is weer heel anders dan elders. En dat zal op een gegeven moment stabieler worden en dan weten we ook beter hoe daarmee om te gaan. Niet alleen wij, maar precies, overal. Ja. Ja. Maar dan inderdaad wel vervelend voor jullie is dat dan zo'n opdrachtgever inderdaad... Daar niet te veel over zegt en wij er zelf ook niet te veel over kunnen zeggen. Dat is jammer. Ja. Nee, daardoor blijft het een beetje rondechoen terwijl er inderdaad niet echt een... Het wordt ook niet gesust of... Maar daar moet je als architect dus ook heel rigoureus zijn en zeggen van... Oké, dat kan niet, dus dan doen we het ook niet. Maar we gaan dan dus ook niet mee of we gaan niet zeuren of we gaan niet... Dan gaan we, we staan gewoon voor wat we hebben gedaan en we blijven erbij betrokken. We maken het beter en beter en we hopen dat daar dus een lerende organisatie voor het nieuwe werken uitkomt bij de overheid. En daar zullen heel veel volgende gebouwen dezelfde problemen mee gaan krijgen. Ja, precies. Want wat voor wijzigingen voeren jullie momenteel nog door aan de pand? Er zijn bijvoorbeeld afschermingen toegevoegd, er zijn... entree situaties aangepast. Er zijn mensen toch wat meer gegroepeerd bij elkaar dan helemaal verspreid. Exact. Dus er zijn zeker subtiele verbeteringen steeds. Ja, maar eigenlijk inderdaad, waar dan ook inderdaad de waar die renovatie om geprezen wordt, om de nieuwe organisatie, om de hoe het is ingedeeld en de ruimtelijke elementen daar, die blijven inderdaad vast ja, voor die termijn. Ja, de ruggengraat van het gebouw is natuurlijk En daarbinnen beweeg je mee. Er is natuurlijk ook wel wat gezegd over het ontwerp van het interieur. Dat is heel... Zelf zou ik het geweldig vinden om er te werken, want het is een heel strak interieur. Maar je hoort natuurlijk veel psychologen daarover van... waarom niet wat meer groen, wat meer kleur? Is dat iets waar jullie over nadenken om dat een volgende keer anders te doen? Nou, er is voor ons geen volgende keer, want we hebben een heel spectrum van interieurs die we ontwerpen. En sommige zijn heel erg kleurrijk, sommige zijn wat minder kleurrijk. Maar er wordt natuurlijk altijd over nagedacht. Ik bedoel, we hebben ook gouden gebouwen, rode gebouwen, groene gebouwen... Ik bedoel, daar gaat het helemaal niet om binnen ons kantoor. Waarom is hierop geland? Dat heeft ermee te maken dat je natuurlijk ongelooflijk veel commissies hebt die er allemaal wat van vinden. Er heel veel uit en daarna over gesproken met bewindspersonen die alweer weg zijn als het er komt. Dus er zit wel degelijk een visie achter. En wij staan ook nog steeds achter die visie die daarachter zat. Ja. Natuurlijk kan je je afvragen of je het de volgende keer op dezelfde manier zou aanpakken. Een design by committee levert niet altijd het beste resultaat. En in dit geval heeft Ellen volgens mij heel goed geprobeerd om een lijn vast te houden. En dat is inderdaad een vrij architectuur geïnspireerde lijn. Ja. Het gebouw is ook een vrij strak gebouw. Ja, daar kan je inderdaad van vinden dat het prettig is, minder prettig of helemaal niet prettig. Maar het is wel tot stand gekomen en wij vinden ook hoe het tot stand gekomen is nog steeds een goed proces. Wij staan ook achter dat ontwerp. We gaan niet nu ineens ons interieurontwerp helemaal omgooien. We gaan wel naar het proces kijken van hoe je zo'n proces beter kan begeleiden. En hoe je in zo'n proces misschien ook meer kritiek achteraf op de verkeerde parameters zou kunnen elimineren. Ja. Oké, dank je. Wil ik naar eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat in Nederland zijn we onze grote steden gelukkig op dit moment echt aan het verdichten. Mm. Vooral met woningbouw, maar ook weer met kantoren en andere functies. En je zou kunnen zeggen dat in zekere zin de grond daarachter lijkt heel erg op de culture of congestion, hè, die Rem Koolhaas in Clear East New York heeft omschreven. Hè. Dus als we verdichten, ontstaat er meer stedelijkheid. En in de huidige tijd hebben we natuurlijk ook heel erg over, en dat zie je ook bij het Baaierskwartier, ontstaat natuurlijk ook een verdichte stad. Kan ook juist een hele duurzame stad zijn, omdat we openbaar vervoer hebben, omdat we effectiever met onze energie om kunnen gaan, met materialen. Hoe kijk jij aan tegen hoe we onze steden in Nederland verdichten? Is dat iets waarvan je denkt van dat gaat op een goede manier? Of denk je van nou, dat is jeuk in jouw handen om... Dat is bijna een hele andere podcast, denk ik. Maar ik denk,
Nederland is al heel erg dicht. En dat is wat heel veel mensen vergeten. Omdat wij zijn in staat geweest een hele dichte situatie te creëren met huisjes met een voortuin en een achtertuin die netjes aan elkaar geschakeld zijn. En dat is een vrij unieke situatie. Dat vraagt ook om een unieke oplossing om dat verder te verdichten. Onze binnensteden zijn juist helemaal niet verdicht. En waren vaak hele commerciële centra en hele lage bewoning. Rotterdam heeft 4-5% bewoning gehad. Amsterdam zit geloof ik nog steeds op 8-9%. Dus we moeten ons... De unieke situatie van Nederland is heel anders dan verdichting in Amerika, verdichting in Azië, waar die centra van oudsher veel meer bewoning hebben, maar ook waar de uitgestrektheid van steden heel anders is dan hier. Dus ik kan niet zeggen dat het niet goed gaat, maar ik denk wel dat er te weinig dialoog is over een unieke oplossing voor Nederland. En daar heeft het mee te maken dat de expertise in de gemeentes de afgelopen jaren veel minder geworden is. De visie in gemeentes veel minder geworden is. Dat heeft natuurlijk ook met het liberale beleid te maken. Exact, we laten het meer over aan anderen. De markt wordt niet echt heel erg vertrouwd. Hè? Want die zijn er vooral om winst te maken na 2009 of 2008. De crisis. Nou ja, is er helemaal geen vertrouwen meer. En wie stapt er in dat gat? Ik vind dat wij daar ook weer als architectuur en stedenbouwwereld een rol in zouden moeten spelen die groter is dan we nu doen. Maar ik zeg niet dat we het verkeerd doen. Ik zeg dat er meer visie ontwikkeld zou kunnen worden. Hoe we het voor een unieke situatie zouden kunnen doen. Precies. Er wordt al heel snel we vliegen een keer naar Londen. En we kijken hoe het daar gebeurt. Gaan we het hier ook zo doen. Of vliegen een keer naar Singapore. Want dat is wel een mooi voorbeeld. Gaan we ook doen. Of we gaan een keer naar Melbourne. Want dat is de most sustainable city in the world. Al 10 jaar lang gaan we ook een keer naar kijken. Als we een kleine stad zijn. Dan gaan we naar Zurich of naar Stockholm. En dan gaan we het ook zo doen. Ja, daar geloof ik niet zo in. Dat je daar naartoe gaat ter inspiratie, snap ik. Maar gaan we alsjeblieft wel een unieke oplossing verzinnen. En daar is vaak de tijd niet voor. Daar is vaak de expertise niet voor aan tafel. En dat is heel erg jammer. Ja. Dus ik zeg niet dat de oplossingen die gebruikt worden verkeerd zijn. Maar ik denk wel dat er meer naar een uniekere situatie zou worden gekeken. En wat voor zijn er dan projecten uit jullie eigen oeuvre of ergens anders daarbuiten die je dan wel waarvan je denkt van hey, dat is biedt een perspectief op dat vlak? Dat vind ik altijd moeilijk om te zeggen, want je vergeet altijd de juiste projecten te noemen. Yeah. Maar wij hebben in ieder geval de ambitie, zowel bij Feyenoord City als bij Bellum & Buys, om een deel van die dialoog op gang te brengen. En ook met andere architecten. Niet alleen. En dat is denk ik een heel belangrijke ambitie. Precies. Dan wil ik eigenlijk een intermezzo houden en dat gaat over jou als persoon. Mm-hmm. Wat voor momenten in jouw professionele leven geven jou een impuls? Wat maakt jouw vak zo mooi? Het werken met alle generaties en vooral ook met jonge mensen, met nieuwe ideeën. Het maken van dingen en het ook echt realiseren daarvan. En het gezamenlijk optrekken. Niet alleen binnen bureau, maar ook daarbuiten. Ja, dat zijn voor mij de dingen die het heel erg inspirerend maken. Ja, dan heb jij, je bent niet alleen partner van het bureau, maar ook managing partner en doet ook nog projecten over de hele wereld. Dus jij reist ongetwijfeld heel veel. Hoe ziet jouw persoonlijke leven eruit? Heb je een gezin? Heb je überhaupt vrije tijd? Ik heb twee kinderen en daar breng ik heel veel tijd mee door. Ik voetbal heel graag, nog steeds. En dat doe ik ook heel actief. En ik ben heel strikt in, dit is mijn werktijd en dit is mijn privé-tijd. En dan wil ik ook dat de mensen die voor me werken heel strikt in zijn. Dat ik er echt van geloof, als je een eigen leven naast het werkleven hebt, dat je dan ook veel scherper bent in het werkleven. Ja, precies. En ik vraag dat natuurlijk omdat er zeker rond oma, dat er wel een reputatie was van daar wordt... Ja, dat was ook in het weekend hier nog wel aan in Rotterdam. Maar dat is ook dus nog steeds zo. Ik bedoel, als een project erom vraagt, dan zijn we zeker bereid om ook er langer aan te werken. Maar je moet daar in je momenten kiezen. En momenten kiezen, dat is iets onderdeel van de architectuur. Ik bedoel, dat is niet iets alleen bij ons. Dat is overal zo, maar omdat wij een bureau zijn wat in de spotlight staat, is dat misschien af en toe heel erg uitgelicht.
We zijn heel ambitieus en dat betekent dat je soms grenzen moet verzetten. Maar dat moet je maar heel af en toe doen. En dat moet je niet te veel doen. En dat moet je zeker niet constant doen. En dat gebeurt hier zeker niet constant. Nee. Maar we zijn natuurlijk een heel groot bureau. Dus dat is altijd wel een project wat extra aandacht vraagt. En dan gebeurt dat. Maar precies. We zijn ook heel strikt in het zorgen dat mensen een eigen leven hebben. En ik denk dat je dat vooral ook aan de mensen die hier werken moet vragen. Maar er is een hele duidelijke werkethiek. En dat is niet alleen maar 24/7. Nou, dat is goed om te horen. Want het gaat natuurlijk ook om... Je hebt eerder wel verklaard dat je ook de ambitie hebt dat mensen... juist langer ook voor oma blijven werken dan dat vroeger misschien gebeurt. Ja. Verschillende vestigingen, verschillende projecten meemaken en eigenlijk zodat jullie expertise... Moet je niet vergeten dat oma 10 jaar geleden nog helemaal niet zo groot was. En nu zijn we een groot bureau. En wij zijn ook een lerende organisatie. Je moet je organisatie steeds aanpassen. En wij willen dat doen zonder een instituut te worden, zonder regels, maar wel door kansen. En je ziet dat die manier van het managen werkt voor ons. En dat voelt goed voor ons. Ja, en daarom ben ik ook managing partner terwijl ik architect ben. Ja, die twee dingen kunnen niet los van elkaar. Ik zou dit bureau niet kunnen managen als manager alleen. Dat kan ik alleen omdat ik het ook zie aan de andere kant. En dat is voor mij mijn drijfveer. En je merkt dat in het bureau landt. Ik ben nu 3 jaar managing partner en je merkt dat het een effect heeft aan beide kanten. En dat vind ik prettig. En we zullen zien wat dat effect op de lange termijn is. Ja, dat brengt ons naar het laatste deel van deze podcast. Zeg maar de toekomst van OMA. En hoe je daar, waar heb je de afgelopen jaren op ingezet? En hoe wil je dat doortrekken de komende jaren? En dan specifiek als managing partner, waar eigenlijk net al wat over zijn. We hebben eigenlijk naar twee aspecten gekeken. We hebben heel erg naar de efficiëntie van het bureau gekeken. Niet in de zin van financiële efficiëntie, maar wel naar ervoor zorgen dat we onze creativiteit ook aan projecten geven die werkelijkheid worden. Dus de manier van pitchen, maar ook de manier van denken over architectuur, de manier van dialoog voeren. Heel erg belangrijk gemaakt. En dat heeft een effect binnen het bureau. We zijn die lerende organisaties voor ons heel erg belangrijk. Niet op basis van het kopiëren van overheden of dat soort of grote bedrijven. Daarna te kijken hoe doen zij het en zo doen wij het ook. Nee, door ons te kijken naar hoe wij zelf het zien en hoe dat prettig voelt. En we hebben natuurlijk de transitie moeten maken van een bureau wat toch heel sterk aan rem hangt of hing naar een bureau wat nu aan meerdere mensen gelieerd is en eigenlijk aan het hele collectief gelieerd is. En die transitie is nu redelijk goed gelukt. Dat blijft een proces. Maar dat is een proces waar je toch echt wel ziet, ook zelfs in de media. Ongemerkt misschien soms, dat wel degelijk werkt. En wij zijn vooral bezig om dit collectief sterker te maken en dit collectief echt een lerende organisatie te laten zijn, zodat we over 10, 20 jaar nog relevant kunnen zijn. Zonder dat hangt aan de input van 1 of aan de input van 10. Maar dat hangt aan de input van iedereen. En dat is wel mijn droom. En ik bedoel dat OMA relevant blijft. En dat het een lerende organisatie is die zich continu weet te vernieuwen. En daardoor altijd relevant is. Ja, en is er dan wat jou betreft een einde aan de opschaling? Is het, We zijn helemaal niet aan het opschalen. Dat is het interessante. Ik bedoel, dat was een hele natuurlijke groei geweest. En we zijn nu al vrij 3, 4, 5 jaar vrij constant. En dat willen we graag. We gaan niet opschalen om op te schalen. We gaan niet krimpen om te krimpen. We laten dat gebeuren. De organisatie vraagt en de organisatie ademt. En zo zien we dat ook echt. Ja, en zit er dan... kijk, vanuit zakelijk perspectief is... zul je misschien... Dat is wel iets wat ik me dan afvraag van, maken jullie rond projecten soms ook andere keuzes nu dan laten we zeggen 10 jaar geleden, dat je misschien het experiment iets meer kanaliseert binnen projecten? Altijd plaatsvinden, maar we proberen wel het experiment te kaderen en niet alleen maar te laten ontstaan en zien waar het gaat. Nee. Dat vragen onze opdrachtgevers ook. En dat is ook een terecht en relevante vraag. Dat deden we denk ik 10 jaar geleden ook. Alleen toen werd het nadruk meer gelegd op... Nu hebben we natuurlijk een veel groter portfolio. Dus nu lijkt het net
Of er in sommige meer plaatsvindt dan in andere, dat is helemaal niet het geval. Maar nee. Er is meer. Dus dan werk je natuurlijk ook op een andere manier. Ja, precies. Exact. En werken jullie nog steeds veel met... Ik mocht net eventjes over de vloer lopen hier. Dan zie ik toch nog heel veel maquettes ook. Alles wordt gebouwd. Ja. In verschillende schalen. Wij geloven niet... We doen ook heel veel BIM. En we doen ook heel veel in de computer. En alles eigenlijk. Maar we geloven niet in dat als je het niet gezien hebt... dat het dan goed is. Oké, okay, dat is wel mooi om te horen. Dat blijft een vast... precies, nou, dan kijk ik ook uit naar de volgende tentoonstelling... weer een keer hopelijk over jullie werk. We doen nu eerst een tentoonstelling over Countryside in de Guggenheim volgend jaar. In New York. Precies. Het gaat niet over ons werk, maar dat is wel ons werk. Ik ben eigenlijk wel door mijn vragen heen. Ik ook door mijn tijd. Dus oké, heel goed. Ja, is er nog iets wat je... Ik heb hier nog een vraag van de Fondazione Prada. Vind ik een ongelooflijk inspirerend project. Wat kun jij onze luisteraars aanraden om nu of binnenkort te gaan bezoeken van jullie werk? Ik denk de Taipei Performing Arts Center zou op iedereen zijn lijstje moeten gaan figureren. Ja, zeker. Kataoma in Bali, een bijzonder project. Springer in Berlijn, een bijzonder project. De Qatar Library is natuurlijk al opgeleverd, maar ook een bijzonder project. Fondazione is uiteraard een heel goed project om naartoe te gaan. De RAI in Amsterdam. Precies, ja, de Hembrugterrein straks. Ja, ik ga ze niet allemaal noemen, want nee. dan lijkt het ook net of ik al mijn projecten wil aanprijzen. Ja. Of die van mijn andere partners. Ik heb ze zeker niet allemaal zelf gedaan. Maar de diversiteit van projecten en de diversiteit van het beschouwen van die projecten is misschien iets wat leuk is als je verschillende OMA-gebouwen plant om die diversiteit in de gaten te houden. Ja, dankjewel David voor je tijd en voor dit gesprek. Ik wil ook AGC Glas bedanken voor het mede mogelijk maken van deze podcast. En ik wil alle luisteraars uitdagen om vooral ook naar de volgende edities te luisteren. Dankjewel.